Maar wel mooi omdat we ochtends vroeg. Om vijf uur moet je voorstellen, je loopt door de jungle met de groep. En het is nog schemerig. En jij bent op weg naar tempel nummer vijf. Om bovenop tempel nummer vijf. In de tropische regenwoud bovenop die tempel te gaan staan. Net voordat de zon gaat opkomen. En wat een van de highlights van de reis altijd was, om in de tropische regenwoud van Guatemala met de groep op de laatste dag daar bovenop te staan. Dan gingen we om vier uur weg, mensen nog slaperig. En uh, in een busje nog eerst een half uur rijden naar de ingang van het park. De natuurgids gebeld, hein, altijd de, de dag ervoor. Want die ging ook op zoek naar de tarantula's. Want ik deed toen al in die tijd hypnose en NLP met groepen in de bus als reisleider. Is er iemand met een fobie? Ik was heel blij, zij niet. <laughs> Waarom? Ja, mensen zeggen niet. Hé hey, ja, ik heb een fobie, te gek man. Wat leuk dat je dat vraagt. Het is meestal iets waar mensen niet zo blij mee zijn. Maar ik wilde graag mensen helpen met de technieken die jij ook hebt. Dus op een gegeven moment komt er een meisje naar me toe en ze zegt: Ja, je had het over een fobie. Hè? Ik ben ontzettend bang voor spinnen en ik heb gehoord dat we naar het tropisch regenwoud gaan. Dus ik, zei, ik, ik dacht: Ja, dat is ideaal. Uh, dus uh, haar vader was daar ook. En die uh, zat met lunch zaten we aan het water. En iedereen had gegeten na de lunch, hadden ze een vrije dag. En moet je je voorstellen: je zit onder een palapa nu. Houten Palapa, het is superheet, aan een heel groot meer. Mensen hadden wat activiteit op een vrije dag. Ik zit met haar, met krulletjes voor me en haar vader zit naast hun. De borden stonden op, op tafel na de lunch. En ik zeg: Stel je voor dat ik van een tijdelijke dienst ben. En dan neem ik jouw fobie over. Ik ga jouw probleem overnemen. Voor één dag heb jij de hele dag vrij. Maar dan moet je me wel leren hoe je dat doet. Welke stappen moet ik doorlopen zodat ik. Ook bang kan zijn voor een spin. Kun je me leren hoe je dat doet? Want ja, jij zegt dat je er niks voor hoeft te doen. Je bent onbewust competent. Je bent een meester erin. Het right? zijn een beetje lachen, maar het is een goed frame. Het is een uitermate goed frame. Omdat mensen zich bewust worden van de patronen en de mentale stappen die ze doorlopen om hun probleem te doen. Dus het is meestal een behoorlijke transderivationele zoektocht. Waar je heel makkelijk een hand in de lucht kan zetten. Ik wil dat je me in de lucht houdt. En hoe meer die naar je gezicht gaat, hoe dieper je gaat. Niet altijd de juiste antwoorden geeft, maar wel een hele diepe trance onder de palappa daar. Maar om een langvrouw kort te maken: ik deed verschillende technieken met haar om die angst weg te halen. Omdat we de dag daarna naar de tarantula zouden gaan. Dus stel je voor dat je nu in de ochtend loopt. En ik had hypnotisch werk met haar gedaan. En testwerk. Om in gedachten haar die spin te laten zien. En zij voelde geen angsten meer bij. Dus op een gegeven moment. Uh, had ik de gids gebeld, een kwartemaal teekse gids, altijd een vaste gids had ik. En ik zeg van: uh... Hij zegt: Hé, hey Martin, ben je nu weer met de groep? Ja, ja, ja. Ik zeg: Waar zijn de tarantula's? Want morgen kom ik weer met iemand met, om de spinnenangst te testen. Ik zit in stap 12 nu. En, uh... oh, je gaat weer testen. Dit is in het Spaans allemaal. En. Er is dus een echte katamaltheek, die zo ongeveer zo groot, met zwarte stekeltjes, wit t-shirt, een korte broek, spijkerbroek, die alles weet van elke tempel en elke steen en elke zandkorrel, elke vogel, elk blad, elke medicinale plant. En die, die buren daarover vertelt. En die zegt. Moet je horen, hoor je dat? En wij allemaal als Nederlanders. Uh, nee, ik hoor niks. Nee, ze moet je dat horen: Heel vaag vogeltje. Hij zegt: er is een slang in de buurt. Omdat die vogel alarmeert de rest van de dieren met dit geluid dat er een slang is. Dus hij heeft ja, een heel ander bewustzijn. Sommigen werden daar een beetje bang van, natuurlijk. Een slang. We waren ook een keer in het hotel gekomen en er was zo'n schorpioen achter het toilet. Die mevrouw was oververmoeid, de hele dag in de bus gezeten, eindelijk even zitten in haar cabana. Naar een man is met het bed bezig, koffers neerzetten. En hij hoort geschreeuw in het toilet in één keer. Want zij zat op het toilet, vertelde ze. En ze is hem aan het oriënteren een beetje. Links van en rechts van. De... En ze ziet zo een schorpioen. Achter de pot zo hier zitten. Met die staart zo. De zwartbruine. En een patrooninterruptie. Zij stopte met alles waar ze mee bezig was. En ja. Zei tegen haar man: Kun je me helpen? Maar haar man wist niet, die had niet echt de skills en de technieken om om te gaan met wat doe je dan? Dus ze belde mij. Ik zeg: Oké, okay, laten we de tuinman bellen. Tuinmannen zijn goede mensen. die Dus hij pakt duct tape, de tuinman. Hij lacht, snap je? Zij is: Ah, tuinman denkt, Scorpio. Maar als je, als je praat met de tuinman, dan zeggen ze wel altijd: Zo lachen. Kunnen ze, kunnen ze mensen doden? Ja, absoluut. Ja. Vaak binnen een paar minuten. En we hebben trouwens ook een slang hier ergens. Ik zag er net nog een. Die ik bijna nooit zie. Die, die zag ik net nog met een rood hoofd. Die komt je achterna. En als die je pakt, ja, dan ben je echt te pineut. En ik zeg maar, alle, al mijn hele groep is hier. En ook van Fox, van Jozer en van Jees, uh, Shoestring. Uh, die zitten allemaal in die, in die bungalows. Hij zegt ja, maar meestal blijven ze in tuinen. En komen ze niet op het steen waar de mensen lopen. Dus hij pakt duct tape en hij gaat naar binnen in de, in de toilet en doet zo'n stuk duct tape halverwege op dat, op dat lijf. En die schorpioen zit vast, right? een soort bondage, een soort, een soort, een ja, een soort BDSM maakte hij die van. Die schorpioen zit vast en hij pakt nog een stukje dip, duct tape op de staart. En hij pakt nog een stukje duct tape in drie stukken, een hele schorpioen, bam, tegen de muur vast. Dus die schorpioen kon niks meer doen. En op een gegeven moment pakt hij een stok en dan gaat hij het ductee eraf halen. En nou ja, Hij wikkelde er zo om een stok en hij liep weg. Hij zei niet eens: Gaat het nu eens? Gewoon, ja, dit is wat ik altijd doe. En ik weet niet wat hij ermee deed, maar hij was weg. Maar hij zei wel: toen hij wegging, zei hij: Waar er één is, is er meestal ook een andere. En toen liep hij weg. En het was zeven uur s'avonds en het zijn witte lakens. He, natuurlijk ook, waar een zwarte schorpioen ja. op zit. is een mooi contrast. En meestal zitten ze in schoenen, vinden ze leuk. He, als jij hebt geslapen, nou, je rekt je uit, duwt je schoenen aan, daar zit hij. <laughs> of in een theedoek, in weet je, als je een theedoek, uh, lusje hebt, daar zitten ze in. Of baby schorpioentjes zitten daar. Mijn oom in Costa Rica had baby schorpioentjes gevonden in, in, de, in, in dat... Tuutje, lusje van de, van de theedoek. Zulke kleintjes, heel nestje. Nou, als jij pomp, pomp, oud. Sander, mijn broer, had een keer een mes bovenop een uh, schorpioen gezet. Niet zo, maar gewoon heel voorzichtig. En het hele mest ging vibreren en trillen. Het was een hele, ja, hele aparte beest. Toen we Hans wakker werden, hij zegt een jongensdroom is uitgekomen. Die had 106 hectare gekocht daar uh, in 1992. Als je daar wakker wordt, dan zie je altijd op je klambo drie, vier schorpioenen zitten. En die hebben bakon. Dat is in Europa verboden. En dat moet je op de. Als je uitgaat, moet je dat overal spuiten. Zodat ze, ja, dan lopen ze pom. pom, pom. En als ze over bakon hebben gelopen, dan zie je ze een soort uittreding krijgen, maar nooit meer terugintreding. Die schorpioen. Right? Dus het was een hele interessante tijd. En toen kwam ik terug in Nederland en toen zei ik: Oké, okay, ik ga nu fulltime aan de slag om mensen met fobieën te helpen. En dus, ja, honderden mensen met fobieën en vliegangst. En ook Google AdWords met vliegangsweg 1-sessie, hartstikke leuke tijd om echt, echt jouw werk, jouw hypnosewerk serieus te nemen. En het moest. Oké, okay, dus. Ja. Allemaal mensen met paniekaanvallen. De een nog gekker dan de andere. Ook een beetje op psychiatrisch vlak was dat. En ook gewoon op mentaal, psychologisch vlak. Bang zijn voor een groep en tot en met ja echte freaks. Dus het idee is dissociatie. Schrijf maar op. Dissociatie betekent uit een herinnering stappen. Mezelf zien daar in de verte. Dus stel je voor in je, in je gedachten, oké, okay? dus uit een herinnering stappen. Mezelf zien daar in de verte. Dit is inbeelding, dit is perceptie, dit is een mentale stap. Dus als je jezelf ziet in een herinnering, ben je. Gedissocieerd. Je bent niet geassocieerd, je bent gedissocieerd. Alle angsten zijn altijd geassocieerd bij cliënten en mensen. De angst werkt heel goed, of de angst is daar, met name omdat er sprake is van associatie. Mensen stellen zich voor dat ze in de situatie door hun eigen ogen kijken... wanneer ze worden afgewezen, uitgelachen, vernederd... of in een vliegtuig naar beneden storten... of wat voor rampenscenario's zorgen, of twijfel dan ook. Ja, als je daar uitstapt, als je je verbeeld eruit stappen... en jezelf in de situatie ziet waar je wordt uitgelachen, vernederd of afgewezen... is een veiligere, gedissociëerdere, minder emotionele stapstoestand.